dat je vandaag kijkt naar een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik heb weer eens een shoplog voor jullie van de Kruidvat en een klein beetje MAC. Ik heb namelijk bij de Kruidvat wilde ik een nieuwe eyeliner halen. Maar ik kwam eigenlijk met alles naar buiten behalve een nieuwe eyeliner. Dus de volgende keer moest ik weer terug voor een nieuwe eyeliner. En toen heb ik opnieuw best wel veel gehaald. Daarnaast heb ik twee nieuwe MAC lipsticks besteld. En dat wil ik jullie vandaag allemaal gaan laten zien in deze shoplog. Dus kijk gezellig met me mee. Ik ga beginnen met MAC. Daar kocht ik deze twee lipsticks. Ik heb de kleuren Whirl en de kleur Taupe. Taupe heb ik op dit moment op mijn lippen. Ik ga hier nog een review van schrijven, maar ik zal ze ook nog eventjes hier laten zien. Ik begin met de kleur Whirl. Dat is deze. Deze is iets meer roze-bruin dan Taupe. En deze is eigenlijk wel heel bekend. Dus ik denk dat veel van jullie hem al wel kennen, want het is echt een gehypte lipstick. Ik wilde hem al een hele tijd, maar hij was al een keer uitverkocht. Maar ik heb hem nu toch eindelijk in mijn bezit. En dit is Taupe. Dit is een meer oranje-bruine kleur. Heb ik dus nu op mijn lippen. Van deze twee MAC lipsticks komt nog een uitgebreide review op mijn blog te staan. Dus ben je daar benieuwd naar, hou dan even mijn blog in de gaten. Dan gaan we verder met het Kruidvat. En daar kocht ik als eerste drie producten uit de nieuwe Catrice Limited Edition. Dat zijn deze drie. De blush en de twee lipsticks. Het zijn de Rough Luxury lijn van Catrice. De blush heeft een heel mooi ombre effect. Dit is de blush en het is een heel mooie roze blush met een ombre effect van licht naar donker. En dan heb ik de twee lipsticks, allebei de lipsticks uit de lijn. Dit is C01 Natural Nude, een beetje een bruin, roze, oranje kleurtje. En C02 Rustic Red. Of ik het echt rood noem of meer een beetje bessen kleur, weet ik niet. Maar van deze drie producten ga ik ook een review schrijven. Die komt zo snel mogelijk online, aangezien het dus een limited edition is. Dus het leek me wel leuk om die voor jullie zo snel mogelijk online te zetten. Dus hou ik daarvoor weer mijn blog in de gaten. Het zit ook weer in de periode dat Essence en Catrice hun assortiment gaan omgooien. En de producten van Catrice lagen al in de schappen. Essence helaas niet, dus daar ga ik binnenkort nog even kijken. Maar van Catrice nam ik alvast een paar leuke producten mee. Waaronder deze twee producten. En dit zijn de High Glow Mineral Highlighting Powder en de Sun Glow Mineral Bronzing Powder. Het is een bronzer en een highlighter. Beide producten zien er heel erg mooi uit. Ik heb net foto's gemaakt, dus ik kan even snel really swatchen. Maar kijk. Het heeft best wel flink goed pigment. En een uitgebreide review van deze twee producten komt dus ook sneller aan. Komt Catrice ook met iets nieuws en dat is onder andere dit. Dit is het Blush Artist Shading Palette en ik heb hem in 010 Bronze Eclat. Je hebt volgens mij meerdere tinten. Ik heb deze met een oranje tint erin. En dit zijn dus blush paletten dus met drie verschillende kleurtjes blush. Deze kleur kan je anders ook wel als highlighter gebruiken. En deze kleur, ja, ik heb hem net geswatcht. Ik hoopte dat hij ook als blush kon, maar hij is denk ik net iets te roze. Maar goed, ik ga deze ook nog reviewen voor jullie, dus dan zien jullie het uiteindelijk. Maar kijk, ook hiervan is het pigment weer echt heel erg goed. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze op mijn gezicht gaan zijn. Ook is er weer een nieuw paletje van Catrice en dat is deze. Dit is het Sand Nudes palet. En hierin zitten hele mooie zandkleurige kleurtjes. Vooral deze een beetje oranje perzik tint sprak mij heel erg aan. Het pigment was tijdens het swatchje helaas niet geweldig. Maar ik ga kijken hoe ze op de ogen uitpakken. En deze ga ik samen met het Blush Artist paletje voor jullie reviewen. Dus die komt ook online te staan. Dan kocht ik nog een heleboel producten die ik niet ga reviewen. Waaronder dit paletje van Gosh. Dit is het Smoky Eyes palet in 03 Plum. Gosh was namelijk alles uitverkoop voor 2 euro. Ik weet niet of dat overal zo is of gewoon bij mijn Kruidvat. Maar blijkbaar gaat het weg. Dus ik kocht dit paletje voor maar 2 euro. Ja, kijk nou hoe mooi. Een highlighter, een groene tint, een beetje een ja, goudachtige tint en een mooie paarse tint. Over het pigment weet ik nog niet zo goed wat ik moet zeggen. Ja, kijk, het lijkt wel heel erg goed. Ik ga deze van de week even een keertje proberen en dan zie ik wel wat ik ervan vind. Ik kwam bij het schap van Essence aan en helaas hadden ze dus nog niet de nieuwe collectie. Maar ze hadden wel het tweede product voor maar 1 euro. Dus ik heb flink wat ingeslagen. Ik kwam namelijk voor een eyeliner. En ik heb niet één eyeliner meegenomen. Nee, ik heb er gelijk drie. Ik hou heel erg van waterproof eyeliner. En mijn Catrice eyeliner, die ik altijd gebruikte, de waterproof versie. Op de een of andere manier had ik er al twee achter elkaar die niet goed waren. Ook waren ze een beetje waterig, dus dan was het geen mooi zwart lijntje. En als ik de niet waterproof versie pakte, dan was die op een gegeven moment helemaal uitgedroogd. Dus ik besloot om bij Essence te gaan kijken. En de actie leek me wel een goed moment om dus een beetje te gaan testen welke ik fijn vind. Ik heb vandaag deze gebruikt. Dit is de eyeliner pen in waterproof. Dit is dus gewoon zo'n stiftje. Deze bevalt me tot nu toe heel erg goed. Dan heb ik ook deze eyeliner mee. En dit is de Essence Liquid Liner. Dit is weer met een beetje zo'n, ja, sponsachtig puntje. Ik moet deze nog testen. Ik ben heel erg benieuwd.
Als laatste eyeliner nam ik deze mee. En dit is de Essence Liquid Ink Eyeliner in Waterproof. Deze heeft ook weer een beetje zo'n flexibel puntje. Heel erg dun. Ik hou heel erg van wings, dus wat dat betreft vind ik dat heel erg fijn. Heb jij nou nog een goede budgetproof eyeliner? Waterproof? Laat het dan vooral even weten in de reacties, want ik ben dus een beetje op zoek. En dan kan ik ze gelijk voor jullie testen. Mochten jullie trouwens nog een reviewartikel willen zien van deze drie eyeliners, laat het dan ook even achter. Dan kan ik dat gaan doen. Ik sta nog niet echt vast op de planning, maar het is wel een ideetje wat ik misschien wil gaan uitvoeren. En aangezien mijn mascara ook bijna op was, kocht ik ook deze mascara. Dit is de I Love Extreme Volume Mascara in Waterproof. Ik had de I Love Extreme mascara al en die beviel me heel erg goed. Dus ik dacht, nou, dan neem ik de waterproof versie mee. Heeft een heel groot borsteltje, maar hij geeft je wimpers echt een heel goed volume. Ik heb hem vandaag ook gebruikt. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien van deze afstand. Maar ik vind dit echt een top mascara. En ook mascara hou ik gewoon echt van als het waterproof is. Aangezien je het in Nederland nooit weet, het kan het elke moment gaan regenen. Dus ja, het is wel zo handig om waterproof make-up te gebruiken. Als laatste alweer kocht ik deze vier lippotloodjes van Essence. Kostte volgens mij maar 1 euro per stuk of zo. Ik had nog geen lippotloodjes en toen dacht ik, nou dan haal ik er een paar bij Essence, zijn lekker betaalbaar. Dus nu heb ik vier kleurtjes gehaald. Ik heb nummer 11 In The Nude, nummer 5 Soft Berry, nummer 15 Honey Berry en nummer 6 Satin Move. En ik zal deze nog even voor jullie swatchen, want deze ga ik toch niet reviewen. Heb ik hier de swatches voor jullie van de lippotloodjes. Zoals je ziet, ze zijn best wel goed gepigmenteerd. En ik heb best wel veel verschillende soorten, dus jullie kunt ze ook onder nude lipsticks, maar ook onder wat fellere lipsticks dragen. Dus ik ben hier heel erg blij mee. En het was alweer een beetje mijn shoplog. Hopelijk vonden jullie het leuk om te zien. Ik ga binnenkort snel kijken of Essence ook nieuwe producten heeft. En dan ga ik daar ook wat van inslaan om te reviewen voor jullie. Mochten jullie nou nog een aanvraagje hebben voor een nieuw product van Essence, wat jullie graag willen zien, laat het vooral weten in de reacties. Dan ga ik die ook snel kopen voor jullie om te reviewen. En laat eens even weten of jullie een soort battle artikel willen van die eyeliner. En dan zie ik jullie hopelijk van de week weer. Doei doei!